project Energiekwartier behelst de samenwerking tussen Stedion, de corporatie, gemeente Den Haag en Heimans. Wij realiseren hier 450 nieuwe woningen, alle openbaar gebied daaromheen en de herstructurering van het park De Verademing. Ja, de grootste uitdaging bij zo'n gebiedsontwikkeling is wel om het van een helemaal afgesloten gebied tot een levendig, open gebied te maken waar mensen graag verblijven. Achter mij heb je de Schilderswijk, die begint daar en loopt verder door naar achter. En hier is echt de scheidingslijn van waar het energiekwartier begint. Dus het zijn ook de twee eerste gebouwen die we hebben gerealiseerd. Als je start, zeker bij een gebied als dit, het was het gemeentelijk industrieterrein, hermetisch afgesloten, er werd huisafval ingezameld. Feeling met dit wordt een leuke woonwijk. Ja, en dan heb je echt wel je pioniers nodig die zeggen van ik geloof in deze wijk en ze gaan dit aanpakken. Toen we in de verkoop gingen met de eerste 58 woningen, hadden we 6 woningen verkocht van de 58. Toen dachten we van jeetje, dat gaat niet helemaal goed. En het grappige is dat een half jaar later waren ineens alle woningen uitverkocht. Dus je merkte gewoon dat iedereen echt moest wennen aan het nieuwe energiekwartier. Hey, dat is echt wordt echt een toffe wijk. Het succes is ook wel absoluut de samenwerking tussen de gemeente, Stedion en Heimans tezamen. Hier stond een kerk, die is gesloopt. Helaas konden we hem niet hergebruiken in de gebiedsontwikkeling. Nu worden er woningen gebouwd. Dit gebouw wordt op hele korte termijn gesloopt. Daarvoor in de plaats komen er ruim 100 nieuwe woningen te staan. Zowel eengezinswoningen als appartementen. Dat is met name op de Hoektuin richting de binnenstad. We proberen op alle manieren de duurzaamheid in dit gebied terug te brengen of aan te brengen. Omdat we het gewoon heel belangrijk vinden om een gezonde leefomgeving te creëren. Nou ja, waar het energiekwartier ook voor staat, en dat is ook echt wat we nastreven, is het creëren van nieuwe verbindingen. En we staan nu denk ik wel op een plek binnen het energiekwartier, dat ik denk van ja, hier komt alles samen. Je hebt hier het vernieuwde park, De Verademing, en zie hier de oude energiecentrale. Het behoud van de energiecentrale is wel het teken van de wijk en in die zin dus ook super belangrijk. Dit is oud en daar ontstaat nieuw. Je loopt nu echt door het energiekwartier om van de ene wijk naar de andere wijk te gaan. Dus alle nieuwe verbindingen die worden hier gecreëerd. Ja, je ziet hier het magazijn. Dat gebouw stond al in het gebied. Daar is onder andere brouwerij De Praal in terechtgekomen. Het is geen onderdeel van de gebiedsontwikkeling. En je ziet nu ook dat hier bijvoorbeeld ook de rest van het gebouw getransformeerd wordt tot woningen. Dus ja, je ziet dat het hele gebied eigenlijk meegaat in de totale ontwikkeling. Onder andere stadsverwarmingen zie je, maar ook zonnecollectoren worden toegepast. Daarnaast hebben we klimaatadaptief bouwen. Dat betekent dat we regenwater proberen op te vangen door bijvoorbeeld gebruik te maken van mosedumdaken. Het heeft best veel pijn en moeite gekost om dit gerealiseerd te krijgen en ontwikkeld. En als je nu ziet dat het in bedrijf is en mensen er prettig wonen en kinderen ziet spelen, dan gaat mijn ontwikkelaarshart wel snel van kloppen. Het is wel echt hard. Het is wel echt leuk om te zien. Ja. Ik zag net ook. We hebben met deze transformatie van het energiekwartier denken wij echt een wijk toegevoegd die kwaliteit heeft, die bruist en waar mensen graag willen verblijven. Nou, het bijzondere is dat het zoveel verschillende facetten heeft. Je kunt er goed wonen, je kunt er fijn werken, je bent zo dicht bij de stad. De plek dicht tegen de binnenstad, waarbij je dus eigenlijk hele, bijna niet-stadse woningen kan krijgen met een tuin. Dat maakt het energiekwartier het energiekwartier.